Vandaag heb ik een hele speciale gast, want ik heb, ga staan, Milouwtje erbij. I love you. Milou is mijn hondje en ze is 11 jaar. En vandaag gaan wij de Woofbox unboxen. Het is echt een hele leuke box, vol met honden goodies eigenlijk. Het is een beetje het concept van de Beauty Box en de Glossy Box en dat soort dingen. Maar dan voor je hondje. En ik ben er gewoon super excited over. Ik heb hier de Woofbox staan. Hij zit nog in een andere doos, dus we gaan hem unboxen. Het is een hele lange tijd geleden dat ik een unboxing heb gedaan. Dus ik ben super excited en helemaal. Ik hoop dat Milou heel excited wordt. Want Milou is nu nog niet zo heel blij. Of nou ja, excited. Ze wil vooral gewoon het bed af waarschijnlijk. Dus, let's open this box. Kijk eens, Milou. Look how cool! Hey. Als eerst zien we een briefje. Dit is dus, ja, de Woofbox is dus echt een maandelijkse cadeaubox. Vol met lekkere snacks, verzorgingsproducten en andere leuke en nuttige producten voor uw hond of pup. Je hebt dus een puppybox en een Woofbox voor volwassen honden. En voor de volgende Woofbox is er een speciale dierendagversie gemaakt voor oktober. En op die dag is er ook speciaal voor dierendag een kattenbox. Dus dat is natuurlijk super leuk. Als je geen hond hebt, heb je wel een leuke ja, eenmalige Woofbox voor de kat. Dus super leuk. Oké, okay. Jullie zien het al. De Woofbox. Woehoe! Nou, dit is dus de Woofbox. Je kan hem zo losschuiven. Kijk eens, Milou. Kijk eens. Eten? Lekkers. Lekkers. Zit er lekkers in. Milou is heel oud. Dus ik denk dat ze nog eenmaal door heeft wat het is. Milou moet natuurlijk eigenlijk wel in beeld, maar ze wil niet echt in beeld. Goed, je ziet roodpapier. Super leuk. Kijk eens, Milou. Oh, wat leuk. Het eerste wat ik zie is dit. Hey. Een eend. Kijk hoe leuk. Het is een knuffeltje. Ja, is dat leuk? Ze ruikt nog allemaal andere leuke dingetjes. Maar kijk hoe leuk. Vind je die leuk? Alsjeblieft. Oh, kijk hoe leuk. En het volgende wat ik zie is van Biofood. Dit is een sample. Schapenvet met zeebier. Oké. Okay. Interesting. Het voelt heel glad en jelly. Milou is heel excited over het speeltje. Dan zit er ook nog van Best for Your Friend beef sticks in. Het zijn gewoon van die lange sticks en er zitten er twee in. Oh, er zit zoveel in. Oh my god. Dit had ik echt niet verwacht. Ik dacht gewoon dat er echt drie snacks in zaten en een speeltje of zo. Ah, dit is leuk. Pep Up the Food van Huppel. En dit is chicken en het zit in een soort molen. Aanvullend diervoeder voor honden en katten. Nee, zijn dit snoepjes of is dit... Dit, volgens mij, ik heb dit hier iets over opgezocht. En dit is volgens mij iets wat je op het eten kan doen als een soort peper of zout. Ja, volgens mij is dat het. Wat grappig. Dit is eigenlijk een soort smaakmaker voor het eten van je hond. Bizar, echt. Is dat leuk, Milou? En dan heb ik dit van Pitta. Party Mix. Dit zijn... Hele kleine snoepjes in een heel klein potje. Dus dit is ideaal voor als je even weggaat of zo. Als je een dagje met de hond mee weggaat. Kijk eens. Vind je dat lekker? Eet dan. Vind je dat lekker? Nee, je krijgt er niet nog een. Kijk eens wat er nog meer in zit. Dit is van... Ook van Best for Your Friend. Dit vind jij lekker, want dit is kipfilet chips. Het zijn een soort chipjes van kip. Oké, okay, next. Biscuits. Ambachtelijke biscuits. Van, ook van Best for Your Friend. En dit is nieuw. Staat er ook op. En dit zijn ambachtelijk gebakken hondenbiscuitjes. Zonder kunstmatige toevoegingen. Milou. Ze ruikt denk ik iets wat ze heel lekker vindt. Want hier is ze niet eens zo heel interessant. Hier vindt ze niet eens zo heel interessant. Maar dit... Welke, wat is dit? Ook rundvlees? Ik heb geen idee. Wat is dit? Oh, speld, maïs, tarwe, kipmeel en dierlijke eiwitten. Wat grappig. Zullen we deze ook proberen, Milou? Kijk eens. Een kleintje dan. Deze wordt veel te dik.
Jij wordt... Het zijn een soort koekjes. Vind je die lekker? Oh, Milou, mijn hele bed. Oh my god. Het kruimelt in ieder geval wel. Dus doe maar niet op je bed. Het is geen aanrader. Oké, dan heb ik 3 potjes. Dat lijkt op een soort toetjes, maar ook weer een soort kattenvoer. En dit is van Renske. Dus ja, het lijkt eigenlijk heel erg op kattenvoer. Het zijn gewoon maar potjes met eten. Van dat vloeibare. Dit is kip en rund. Dit is ook kip en rund. En dit is ook kip en rund. Ik dacht dat het 3 verschillende smaken waren, maar nee. Kijk eens, hoe leuk. Vind je dit ook leuk? Nou, dat zit verpakt, hè. Dat ruik je niet. Ja, honden geef je eigenlijk altijd maar droog voer. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dit vindt. Dan heb ik geperst lam. Hé, dit lijkt heel erg op wat er in konijnenvoer zit en zo. Maar dan in het groot. Dit is van Biofood en dit is een probeerverpakking ook. Nou, ik ga dit niet laten proeven, want Milou is anders veel te dik. Maar je krijgt het wel een keer. Dan alweer het laatste. En dit is van bullepace.nl. En daar krijg je ook gelijk een kortingscode op. 10%. Ja, deze vind je denk ik het lekkerst. En normaal krijgt zij altijd van die varkensoortjes en die vindt zij heel lekker. Dus ik denk dat ze dit heel lekker vindt. Ze vindt het heel erg lekker ruiken. Het ruikt heel erg naar honden voor, maar deze vind ik het coolst. Oh. Oeh, die is leuk. Ik moet het kaartje er nog even afhalen, hè? Dus, dit is de Woofbox. Vind je hem leuk? Vind je het leuk? Ja! Nou, ik vind het in ieder geval een hele leuke box. Er zit veel meer in dan ik had gedacht. Ik vind dat het echt wel de prijs waard is, zeg maar. Ja, zoals ik al zei, voor oktober is er dus een speciale dierendagversie. En daar is dus ook een kattenwoofbox voor. Dus mocht je nou heel jaloers zijn en denken, ja, ik heb geen hond, maar wel een kat. Bestel hem wel nu, want het is eenmalig, voor alleen voor dierendag, zeg maar. En ik denk dat het heel leuk is voor je kat. Want voor de hond is het ook heel leuk. Hè? Je bent blij, hè? Alle cadeautjes. Vind je het leuk? Het is net Sinterklaas, hè? Ja. Of je verjaardag. Nou, ja, ik vond het heel erg leuk. Ik wil nog even wat dingen laten zien, want Milou kan ook nog leuke trucjes. Dus ik hoop dat ze het nu doet voor camera. Look at that bottom. Milou. Dus, ja, ze kan nog wat leuke trucjes. Dus dat ga ik doen met die kleine snoepjes. Met deze. Zit. Kom, gaan we nog even afsluiten? Kom hier, jij. Goed, dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Milou vond het in ieder geval heel erg lekker. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei, doei. Ja, doei.